De Economische Controledienst ECD heeft in het resort Latour geconstateerd dat een winkelier het doet aan prijsopdrijving. Ook beschikte de winkelier niet over een geëikte weegschaal. De ECD valt onder het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en is belast met controle op prijzen, verschillende aspecten van goederen en vergunningen van winkels. Bij controlewerkzaamheden ten Nieuweer bleek dat een winkelier gascilinders duurder verkocht dan de aangegeven prijs. Als reden hiervoor gaf hij aan dat er een schaarste is aan muntjes. De ECD heeft beslag gelegd op de partij gascilinders. Bij controle te Beekhuizen moest in een winkel een aantal koekjes van de schappen gehaald worden, omdat die vervallen waren. Ook deed deze winkelier aan prijsopdrijving. Hij moest de prijzen terugdraaien.